Nog 50 meter. De start is gevallen, paarden onderweg. Strijd om de leiding aan de buitenzijde. Een dappere poging van Automatic Frisia. Maar aan de binnenzijde is Jonker Fanatic sneller. En Jonker Fanatic brengt het veld de eerste bocht in. Op de tweede plaats, galopade daar in het veld voor Bo Jewel. Op de tweede plaats aan de binnenzijde Sierra Angel. En aan de buitenzijde Automatic Frisia. Nummer 4 galop. Achter deze paarden probeert Finn Verkijk met Sierra Angel de aansluiting te vinden. Aan de buitenkant komt Zazu Enselens naar voren. En die Zazu Enselens wordt de ideale gangmaker voor Davy Boko, die met Tom Kooijman daarachter nu het tweede spoor verkiest. Paarden komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune. Dan bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. En het is aan de kop van het veld Jonker Fanatic. Heeft een halve lengte voorsprong en mag het tempo aardig naar de hand zetten. Aan de buitenzijde Automatic Frisia. Aan de binnenzijde loopt geen meter te veel. Daarachter Sierra Angel. Het tweede spoor is voor Zazu Enselens met verderweg Orgoglio del Noor. En achter Orgoglio del Noor is de aansluiting voor Davy Boko. Verandert nog altijd weinig in de volgorde. De vraag is even wanneer Tom Kooijman de tijd rijp acht om iets te gaan ondernemen. Doet hij dat niet, dan is Jonker Fanatic straks gevlogen. En dat maakt deze koers toch wel interessant. Jonker Fanatic boemelt aan kop van het veld. Tweede plaats daarnaast Automatic Frisia. Aan de binnenzijde het nummer 1 van Sierra Angel. Daarachter komt hij al naar voren nu. Davy Boko en gelijk de reactie aan kop van Danny Brouwer. Dat is interessant. We krijgen een echte koers als wafkoers op de verre linkerbocht. En Davy Boko in dat derde spoor probeert naar voren te komen, maar vooraan blijft het tempo nu hoog. Het is aan de kop Jonker Fanatic, Davy Boko, Automatic Frisia. En aan de binnenzijde ligt daar nog altijd het nummer 1 van Sierra Angel. Zo komen de paarden dan in de rechte lijn. Straks bij het passeren van de finish nog 1 ronde vol gas. En het is aan de kop van het veld Jonker Fanatic. Buitenzijde Davy Boko. Daarachter komt vanuit de start van het veld ook Zazu Enselens in het derde spoor naar voren. Danny den Dubbelde zit daarachter een kluwe van paarden, maar ogenschijnlijk met de handen vol achter Orgoglio del Noor. De vraag is even of de ruimte hem zo dadelijk gegund gaat worden. We gaan naar de overzijde van de baan, doen dat voor de laatste maal. En het veld is nog altijd zeer compact met aan de binnenzijde Jonker Fanatic. Maar die staat er onder zware druk van Tom Kooijman met zijn Davy Boko. Daarachter komt aan de buitenzijde Zazu Enselens en aan de binnenkant het nummer 1 van Sierra Angel. Ook Orgoglio del Noor moet even passen, want dit was een ongelooflijk harde slotronde. En we zijn halverwege de laatste bocht en de prijzen zijn nog niet vergeven. Jonker Fanatic en Davy Boko, de laatste keer was het Davy voor Jonker. Nu heeft het er alle schijn van dat Jonker dit uit gaat zingen. Aan de binnenzijde Danny Brouwer. Is dat nummer 30, Danny? Zijn we klaar met de leerlingstatus? Ik denk het wel. Het is de tweede die het wint. Jonker Fanatic voor Davy Boko. Die loopt natuurlijk een fantastische koers. En derde is Sierra Angel.